Beste leerlingen van VWO 4, bonnotje. Ik had jullie beloofd om een filmpje te maken over kennis van zaken, hoofdstuk 2. En het, bij deze doe ik dat en ik plaats deze ook op YouTube en een linkje in Google Classroom. Kennis van de haken heet het hoofdstuk Betrouwbaarheid en Objectiviteit. Want we hebben het over sociale problemen, maar hoe kom je aan de informatie over problemen uh, die societad? dat? Ja, hoe kom je aan die informatie over de wereld om je heen in Curaçao, Zuid-Amerika, Europa. En hoe weet je of het betrouwbaar en objectief is? Nou, hier een aantal afbeeldingen van uh, kranten en nieuwsstations uit Curaçao. Amigo, Nederlandse krant Tele Curaçao. De Vigilante, een, een, een Papiementstalige krant. TV Direct, waar ik op Facebook ook berichtjes over krijg. En natuurlijk, een, jullie generatie gebruikt heel veel Facebook, maar vooral Instagram ook, en Google, en YouTube, om informatie te krijgen. Maar hoe weet je nou of wat je daar allemaal tegenkomt, of het betrouwbaar is? En dat je ervan op aan kan dat het waar is, feitelijk is, dus objectief is. Nou, betrouwbaarheid van informatie. Hoe weet je of iets betrouwbaar is? Nou, Iedereen kan in 2020 een zender zijn, in de vorm van media zijn. Hier naast mij zie je een aantal voorbeelden. Ik heb gegoogeld op vloggers op Curaçao. En deze mensen vloggen vanaf Curaçao. Zij zijn een zender. Zij zenden hun informatie de wereld in. Jullie kunnen ook gaan vloggen. Ik ben nu ook aan het vloggen. Dus iedereen is media. Niet alleen maar de kranten, de Amigo of tv-stations. Iedereen kan een zender zijn. In 2020 hebben we dus meer dan ooit een informatiesamenleving. Want de informatie komt niet alleen maar meer van de kranten. Ik had in een krant liggen, geloof ik. Ja. De informatie komt niet alleen maar meer van de kranten. Zoals de Amigu. Ja. Maar jullie kunnen ook media zijn. Dus niet alleen maar ouderwetse kranten. Maar jullie kunnen ook media zijn. Jullie kunnen ook gaan vloggen. Ja. En je hebt zelfs gezinnen die vloggen, en toeristen die vloggen. En die een mening geven over politiek, over de samenleving. Dus hoe weet je of het klopt wat je ziet? Nou, daarom gaan we bij ASW kijken naar de achterliggende processen bij nieuws en feiten en informatie. Daarbij moet je kritisch kijken. Ik zie nu dat ik voor het hoofd van Trump zit. Ik ben de Amerikaanse president, zie ik. Ja? Daarbij moet je kritisch kijken. Ja, je moet kritisch kijken naar informatie over Amerikaanse presidentsverkiezingen, over COVID, over Venezuela en president Maduro. Maar hoe kijk je nou kritisch? Ja, nou, je moet kijken van wie komt de informatie? Wie is de zender? Ja, en welke bedoelingen heeft die zender precies? Ja, wat is het doel van de zender? Ja, wat wil hij bereiken of zij? Is het wel actueel? Of is de informatie die erin staat misschien al achterhaald? Welke bronnen haalt die persoon zijn informatie vandaan? Ja, van welke bronnen haalt die persoon zijn informatie vandaan? En zijn er misschien ook andere bronnen, zodat je kunt bewijzen via kranten bijvoorbeeld, ja, of, er, uh, of die hetzelfde zeggen? Want hoe meer bronnen hetzelfde zeggen, hoe meer je weet of het gaat om een feit. Hoor en wederhoor is ook altijd dat je informatie checkt. Dus je hebt iets gehoord, je gaat ook checken bij diegene, klopt dit wel? Ja, en wat is jouw mening erover? En je gaat er bij verschillende kanten, ga je checken... bij de personen of wat je hebt gehoord wel klopt... en of diegene daar nog iets over te zeggen heeft. Dus je hoort iets en je gaat bij diegene achterna van... klopt dat wel en hoe, hoe, hoe zit dat precies? Ja? Dus je gaat niet zomaar af op wat je hoort. Op die manier... Op deze zes punten kijk je op een kritische manier, vista critico. Dit is een manier om te kijken van hoe, wat zit er achter? De informatie die je hoort over Venezuela, over COVID, over Trump, over Biden, wat zit er achter? En zo probeer je zoveel mogelijk te achterhalen of het gaat om een mening. Dan komen we bij het tweede punt: objectiviteit. Wanneer is dus objectief? De premier van Aruba zegt iets, de staatssecretaris van NL zegt iets. Ze hebben allebei een beetje gelijk. Ja, want het onderscheiden van feiten en meningen is soms best wel moeilijk. En als je feiten weg,